Hoe vaak komt geweld tegen LHBT'ers voor? En wie zijn de daders? Er zijn zo'n 3 meldingen per week van geweld tegen LHBT'ers. Tussen 2009 en 2013 ging het om bijna 770 gevallen. Actuelere cijfers heeft de politie niet. 60% van alle meldingen werd gedaan in Amsterdam. Maar dat betekent niet dat daar meer homogeweld is ten opzichte van andere steden. Amsterdam heeft een druk bezochte homo-scene en geweld tegen LHBT'ers wordt in Amsterdam beter geregistreerd. Waarschijnlijk zijn er veel meer incidenten. Niet iedereen doet aangifte en niet alle incidenten worden als anti-homo-geweld geregistreerd. Wie zijn de daders? In bijna de helft van de meldingen is een dader bekend. Meer dan de helft daarvan heeft alleen de Nederlandse nationaliteit. Bijna 17% heeft ook de Marokkaanse nationaliteit, 5,5% ook de Turkse en 2,5% is Roemeens. De daders zijn bijna altijd mannen, gemiddeld tussen de 19 en 25 jaar oud en bijna de helft heeft alleen een middelbare schooldiploma.